Kwaad heeft in mijn leven een grote rol gespeeld. Net als God. Liefde. En dat is goed als ik mijn hele leven lang God nodig had, zal ik maar zeggen. Het is nou helemaal zo. Ik geloofde erin. Ik zie, dat is het, de levende, de liefde. Heb ik eigenlijk het kwaad ook altijd gezien als haast zo sterk dat er een duivel moet zijn. Het is niet zomaar een tekort van een mens. Daar zit iets, er zit iets heel krachtigs onder. Iets beangstigend krachtigs, dat kwaad, wat iedere keer weer opkomt. Er zit iets moeilijks in de moderne tijden met alle goede dingen daarvan. Dat is het korte termijn denken. Ja. Korte termijn denken zit in de economie. Het moet allemaal snel resultaten. Het zit mensen die gemeten worden in hun bijdrage aan productiviteit. Ja. Zo vlak, hè, economisch. En dan komen de media, die maken nog een eentje erger. Die zeggen, hup, soundbites, snel praten, wat dingen. Dit gesprek wat wij hebben is natuurlijk een uitzondering. Hè. Normaal is het altijd, u heeft 30 seconden. Ja. En dan, ja, zo is het ermee. Ja. En dan heb je de politiek, daar is iedereen bezig. Die begint 's ochtends weer de krant te lezen. Ben ik nog populair genoeg? Kijk naar de polls. En dat is een zekere zin een hele gevaarlijke situatie. Ik heb het wel eens genoemd de Bermuda-driehoek in de moderne tijd, waarin waarden ondergaan. Net als schepen vroeger in de Bermuda-driehoek. Ja. Economie, politiek korte termijn, media, die versterken elkaar. Tegengif is het trachten te verbinden. Te verbinden naar andere mensen, naar andere culturen. Connect. Ik deed dat zelf ook in Nederland in mijn werk. Mensen. En wat levert dat dan op? Het inzicht dat we op elkaar lijken? Of? Dat levert op dat mensen serieus genomen worden. En ik zou zeggen ook de natuur. Ja, ja. Ja, dat je neemt dat serieus. Dat is geen onderdeel dat je gaat uitbuiten, exploiteert de natuur. Maar de natuur heeft een eigen waarde. Het tragische, je zou kunnen zeggen demonische, is dat de wereld ontzettend veel mogelijkheid geeft om te verbinden naar elkaar. En tot precies het omgekeerde gebeurt. Ja. We zeggen, zij zijn slecht en dat is het probleem en daar moeten we tegen knokken of die moeten we eruit duwen. Ja. Terwijl er juist een behoefte is om te connect, te verbinden. Ja.